Hallo, ik ben Jan Willem van voorbeter.nl en de volgende videoles gaat over het eindexamen Natuurkunde 2008, opgave 2. In deze opgave is de vraag bij het doorstralen van fruit. De beta-straling die het kobalt uitzendt draagt nauwelijks bij aan het onschadelijk maken van bacteriën en insecten in het fruit. Geef daarvoor de reden. En ik kan u wel een heel erg lange uitleg hierin geven, maar eigenlijk, een plaatje zegt soms veel en veel meer. Namelijk, alpha gaat door, of gaat niet door papier. Beta gaat al, ja, misschien nog net door papier, maar komt je hand niet in. Gamma gaat door je hand, gaat door hout, blijft ergens een lood hangen enzovoort. Maar het ging om die beta. Dus beta wordt door een papiertje niet tegengehouden, maar verder wel. En aangezien we het over beta-straling hadden, de beta houdt dus daar al op. Antwoordenmodel erbij. Voorbeeld van een antwoord: de dracht van beta-straling in fruit is klein. Of de bovenste laag fruit absorbeert alle straling. Goed, een zeer kort antwoord. Maar ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Bedankt voor het kijken.